Maar ik ben even benieuwd, Jo, want jij bent natuurlijk altijd vrij voorstander geweest van het beleid. Kijk, ik heb voor mijn eigen welzijn alle prikken genomen. Want ik ben op een leeftijd dat nodig is, vind ik, voor mezelf. En dat vond ik ook voor de rest van Nederland. Jij ook dik, toch? Alles gewoon, hè? Maar, precies hetzelfde. Ik heb dat manifest net op mijn gemak even zitten lezen. En dit is voor het eerst in deze hele pandemie dat ik een genuanceerd geluid van de tegenpartij hoor. Ja. Want als je de tegenpartij hoort, zijn schreeuwlelijkers, wappies, en die kun je al heel snel als onzin wegsturen. Maar dit was een heel genuanceerd stuk wat er geschreven is. En als je daar even over nadenkt, ik heb van de week hier al gezegd, eigenlijk is het wetenschappelijk rapport van de Technische Universiteit in Delft heeft de hele medische wetenschap van de tafel geveegd. Want die hebben ons met z'n allen wijsgemaakt. En ik ga ervan uit dat als al die doktoren tot die slotzin komen, ja, wie ben ik dan om dat... Dus jij ondertekent dit manifest? Nou, ik vond het verrassend goed. Vond het verrassend. Want jouw man is uroloog en die zegt ook, dit klopt helemaal, dit verhaal, toch? Die staat erachter. Ja. Die heeft zichzelf nog nooit met politiek bemoeid, overigens. Dus de eerste keer in zijn leven. Ja. Nou, dat is een mooi moment, net dat ik uit de politiek ben. Ja, dat was wel een mooi moment, ja. Maar ik denk dat dit is koren op de molen van alle mensen met onvrede in dit land. Want de onvrede is zo groot, niet alleen bij studentenkringen en jongeren, maar heel Nederland staat op ontploffen. Hè? Kijk, die nachtclubs, die mevrouw, die zangeres, die gaat nu bij ze op bezoek. Maar dat is een teken, als die nachtclubs gewoon opengaan, dan zijn er andere branches die dat ook gaan doen. Nee, maar dat is ook wat mij... kijk, ik kan daar hebben we geen tijd voor. Wel, ik zou kunnen vertellen waarom ik uiteindelijk dat interview gegeven heb, wat tot mijn ontslag heeft geleid. Je had gewoon geen zin meer in. Nee, want hier was ik klaar mee. Nee, ik was wel klaar met het coronabeleid. Maar ik was niet klaar met staatssecretaris zijn of met de politiek. Ik vond dat beleid niet meer... het klopte niet meer, het was niet effectief, niet proportioneel. Het viel niet te verantwoorden. Ik kon het met mijn geweten niet meer overeenkomen. Ik lag er wakker van. De effect op ondernemers. Realiseer je heel goed wat de schulden zijn bij heel veel ondernemers in de horeca, evenementenbranche, reistoerismewereld. De jongeren, ik heb zelf ook 5 zonen in de leeftijd tussen 18 en 27 en ik zie wat het met hen gedaan heeft. Maar dat ligt allemaal achter ons. Het heeft heel veel stuk gedaan. We moeten nog wel goed realiseren wat dit betekent voor al die ondernemers en voor de jongeren. Want er zijn leerachterstanden, studieachterstanden. Maar het is nu echt het moment gekomen dat we dit op een andere manier moeten gaan doen. Ja, stadions weer open. U zegt stadions weer open. Wat zegt u dan? Gewoon open en niets? Kijk, wat verstandig blijft, is als je klachten hebt dat je thuis blijft. Ja. Dat je je laat testen om te voorkomen dat je het doorgeeft. Ja. Als je kwetsbare ouders hebt, mijn eigen vader is 81 en heeft longproblemen. Ja, daar ben ik buitengewoon voorzichtig mee. Dus dat is allemaal heel verstandig. Ook een beetje opletten als je naar die mensen toe gaat. Stop met de coronapas. Maar stop met het corona. Ik denk dat dat al heel vaak gebeurt. Ja, ik denk wel eens dat ze bij zo'n regering denken dat het gewoon allemaal gekken zijn die over straat lopen bij mensen voorzien te gaan. Maar als ik naar mijn eigen zoon kijk, die gaat elke keer, als hij bij zijn oma op visite gaat, test hij zich. Terwijl hij niks heeft. Maar gewoon om te weten, mensjes 82, weet je, dan gaat hij er naartoe. Ik maak hieruit op aan deze tafel, Mona, dat iedereen het er wel mee eens is. Ik constateer 3 ondertekeningen. 3 ondertekenaars. Nou, maar wat ik nog wel interessant vind is, ik schrik een beetje van de politiek, dat je als politicus of politica, dat je geen eigen mening erop na mag houden. Als het afwijkt van de partijmening, dat je dan op staande voet ontslag krijgt. Dat is toch te gek voor woorden? Nou, ik blijf nadenken, zoals ik net zeg. Ik was lid van het kabinet. En dan binnen het kabinet besluit je met elkaar. En spreek je vervolgens met één mond, zoals dat heet. Alleen ik kon het niet meer overeenkomen met mijn geweten. Ik lag er wakker van. En dat heb ik geprobeerd over het voetlicht te brengen. Dat is mij niet gelukt. Dus ik zag op een gegeven moment geen andere uitweg meer dan het gewoon ook eerlijk en open vertellen. Ook in de hoop dat dat misschien iets los zou maken. Nou, dat is niet gebeurd. Maar heb je het nooit intern? Ja, natuurlijk wel. Ja, nee, oké. Natuurlijk wel. Dat lukte dus niet. Nou, ze waren niet verbaasd.